En daar komt aan de buitenkant nu ook Flashdance naar voren als een pijl uit een boog. Zo gaan we dan de laatste bocht in. En bij het doorkomen van de laatste bocht, die we nu halverwege gevorderd zijn, is het nog altijd Lotte Lobel die leidt. Lotte Lobel leidt met aan de buitenzijde op de tweede plaats Flashdance. Derde aan de binnenzijde Kiss of Fire. Dat zijn de drie best geplaatst als ze de laatste rechte lijn inkomen. Lotte Lobel die probeert de leiding vast te houden. Aan de buitenzijde komt Flashdance naar de tweede plaats. Kiss of Fire derde. Daarachter volgt Carla Pionier. Afstand is het Up der Taal. We gaan de laatste 200 meter nu in. En het is nog altijd Lotte Lobel die leidt. Maar daar komt Flashdance. En die komt met iedere stap dichterbij. Flashdance aan de buitenzijde van Lotte Lobel. We gaan af op de finish. En Flashdance en Baske Rebas diep in de koers. Lotte Lobel tweede. Door het stek mogelijk de nummer 6. Kiss of Fire. En dat betekent dan dat de derde plaats is voor Carla Pionier. Maar de rechter heeft het laatste woord hierover. Officieel, de derde selectieproef werd gewonnen door nummer 1 Flashdance, kilometertijd 18-1. Tweede geplaatst nummer 8 Lotte Lobel, derde de 7 Carla Pionier, vierde de 3 Up der Taal en vijfde de nummer 5 Oupette Dieschoot. 1-8-7-3-5 officieel. De schitterende bloemen zijn al overhandigd aan de winnende rijder Bas Krebas. Bloemen beschikbaar gesteld door Ed Voorham van hoefsmederij Ed Voorham, waarvoor bijzondere erkentelijkheid. Paarden nemen plaats. 200 meter tot het startpunt. Honderd meter nog. 50 meter, 30 meter, start gevallen. De paarden zijn vertrokken en het is aan de leiding Up der Taal. Maar dat duurt niet lang, want daar komt Kiss of Fire en die neemt over. Kiss of Fire heeft de leiding genomen. De tweede plaats Up der Taal. Daarnaast volgt een Carla Pionier. En Carla Pionier gaat ook naar voren. Heeft mogelijke interesse in de leiding. Achter de leiders volgt dan Lotte Lobel en die wordt gevolgd dan door Up Dieschoot. Zo gaan de deelnemers dan de bocht in en het is aan de kop Kiss of Fire. Kiss of Fire leidt met een lengtevoorsprong. Carla Pionier op de tweede plaats en daarachter voor Up der Taal als derde. Verder in het veld is daar nu aan de binnenzijde Flashdance en aan de buitenzijde Lotte Lobel. Dat zijn de aanvoerders op het ogenblik met daarachter dan Oupette Dieschoot. En achter Oupette Dieschoot wordt op dit moment de galoppade voor Gouverneur, die valt terug. En aangesloten aan het veld is het Ira Dillem. De deelnemers zijn dan halverwege de rechte lijn voor de tribune, maken zich op voor de laatste ronde. Los van het veld ligt Kitai H. Als ze nu de laatste ronde ingaan, dan is het nog altijd Kiss of Fire die leidt. Kiss of Fire met een lengte voorsprong, Up der Taal op de tweede plaats. Daarachter volgt in derde positie Lotte Lobel aan de buitenzijde van Carla Pionier. Er is een paard uitgeschakeld. Wie, dat kunnen we nog niet 100% bevestigen. Als ze de bocht doorkomen en op weg gaan naar de overzijde van de baan, is het Kiss of Fire die nog altijd met 2,5 lengte voorsprong leidt. Up der Taal op de tweede plaats. Lotte Lobel die volgt in het tweede spoor als derde. En die gaat wat naar voren. En daarachter is het dan Carla Pionier. Die gevolgd wordt door Flashdance. Daarachter is het Oupette Dieschoot met Ira Dillem als aangesloten laatste van het peloton. En het is nu dat Lotte Lobel de leiding overneemt. Jaap van Rijn stuurt zijn Russel November dochter nu naar het front en heeft een lengtevoorsprong genomen. Tweede plaats is voor Kiss of Fire. Daarachter volgt dan Up der Taal, paard in dezelfde eigendom als de leidende Lotte Lobel. En daar komt aan de buitenkant nu ook Flashdance naar voren als een pijl uit een boog. Zo gaan we dan de laatste bocht in en bij het doorkomen van de laatste bocht, die we nu halverwege gevorderd zijn, is het nog altijd Lotte Lobel die leidt. Lotte Lobel leidt met aan de zijde op de tweede plaats Flashdance, derde aan de binnenzijde Kiss of Fire. Dat zijn de drie best geplaatst als ze de laatste rechte lijn inkomen. Lotte Lobel die probeert de leiding vast te houden. Aan de buitenzijde komt Flashdance naar de tweede plaats. Kiss of Fire derde. Daarachter volgt Carla Pionier. Afstand is het Up der Taal. We gaan de laatste 200 meter nu in. En het is nog altijd Lotte Lobel die leidt, maar daar komt Flashdance. En die komt met iedere stap dichterbij. Flashdance aan de buitenzijde van Lotte Lobel. We gaan af op de finish. En Flashdance en Baske Rebas diep in de koers. Lotte Lobel tweede. Door het stek mogelijk de nummer 6. Kiss of Fire. En dat betekent dan dat de derde plaats is voor Carla Pionier. Maar de rechter heeft het laatste woord hierover.